hier op de lijst hebt staan, dan hebben we het over de... Kijk, dit is dus eigenlijk wat er gebeurt. Deze candle is dus van de afgelopen dagen. We zitten nu op 26, 27 september. Deze twee dikke candles eigenlijk met de aankondiging van... Hey, we gaan vanuit China gaan we dus meer investeren in de aandelenmarkt. De interest rates gaat omlaag. Maar er wordt ook geld in de markt gepompt. En ja, dat is gewoon super interessant en bullish. En wat hiervoor heeft gezorgd is dat aandelen zoals Alibaba ook de lucht in zijn gegaan, jongens. Moet je kijken, Alibaba is inmiddels $108 per aandeel en die kwam van $80. Maar daarentegen hebben we ook JD. JD die doet het ook heel goed. Die is ook gaan stijgen, 39 en die kwam rond de $28. Dus deze hebben een sprongetje gemaakt van pak een beet 50% in JD geval. En zo zijn er nog meer aandelen die vanwege de nieuws gewoon super goed hebben gedaan. PDD is daar ook eentje van. En dit zijn allemaal aandelen die ik dus heb gedeeld op mijn social media, op mijn Twitter account en op mijn TikTok. Omdat ik natuurlijk wil dat jullie ook financieel vrij worden. Maar dit zijn dus de aandelen die ik heb gevolgd en die hebben dus gewoon een push omhoog gehad. Omdat er dus aangekondigd werd dat de versoepeling komt in de aandelenmarkt.